Yo, Nintendo fans, welkom bij dan echt de allerlaatste video in deze 100% run van Super Mario 3D World voor de Nintendo Switch. Dit is de wereld van het kroontje en hier zitten de levels in, die zijn zo moeilijk. Dit is denk ik het moeilijkste level in een Mario game die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. Nou denk ik hier dat ik hier in mijn eentje gewoon echt 100 uur over zou doen om het te halen. Ik heb er een trucje voor. Die zie je later in deze video. Maar eerst gaan we even de makkelijke levels halen. Kijk, hier kunnen we gewoon rustig inlopen. Je denkt van, oh, dat is chill. Gewoon een gratis stempeltje. Heerlijk. Oh, en dan ziet de stempelkaart er zo uit op dit moment. Zo, dat begint makkelijk. En dan hebben we hier het Toad level. Ik denk dat die ook nog wel te doen is op zich. Toadbaas speelt namelijk met vuur. Maar wij zijn vuur best wel de baas. Als je dit nou een hele vette serie vond, jongens, doe zeker dat blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. Laat ook even in de reacties weten welke serie jij nu heel graag zou willen zien op dit kanaal. Eens eventjes kijken. We moeten hier, denk ik zo, vanaf vallen. Ja, even kijken wat... Oh, wacht even, we moeten hier nog niet vanaf vallen. Of wel, ja, we moeten hier wel vanaf vallen. We moeten eerst even hier naartoe. Dan moet ik, denk ik, even deze piranha plant even vasthouden. Zo, ja, cool. Gaan we hier naartoe. Moet ik, denk ik, de oversteek maken naar de overkant. Ja, ga maar vallen, ga maar vallen, ga maar vallen. Ja, ondertussen houden we die piranha plant lekker vast. Cool. Cool, zodat hij niet te veel vuur kan schieten. Lekker. Go, 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 go. Dan hier naartoe vallen. Even een pauzetje, denk ik. Even tussendoor. Gewoon even rustig aan. Even chill. Even super chill. Gewoon even wachten tot het lava weer omlaag gaat. Dan kunnen wij zo ook omlaag en dan kunnen wij hierin lopen. Ja, nice. Dan kunnen wij nu rustig aan teruglopen en kunnen wij dit blokje omhoog brengen. Als ik op tijd was, maar ik was net te laat. Maakt niet uit, maakt niet uit. Dan pakken we gewoon even een piranha plantje. Piet, ik pak je broer vast. Blijf leuk, blijf leuk. Oh, wacht even. We moeten eerst hier opstaan. En dan moeten we hier op drukken. En dan kunnen we hier door naartoe vallen, naar deze. Ik denk dat de piranha plant ons niet kan raken als wij hier staan. Nee. Dus even kijken wat wij nu moeten doen. Gewoon doorlopen. En dan deze naar boven brengen. Nice, daar hebben we de volgende ster. Piranha plantje, die kan ons volgens mij nog steeds niet raken hier. Daarboven zit trouwens wel een stempel, die moet ik ook even zien te pakken. En even goed kijken waar ik nu naartoe moet. Dat is gewoon hier naartoe en dan deze moet omhoog. Dan moeten we nu gaan lopen. Ja. Oké, we moeten wel strakjes naar boven, want we moeten op die laatste ster vallen. Maar we moeten even kijken waar ik dan precies moet vallen. En hoe dit precies moet. Oeh, pas op voor het piranha plantje. Ik zie nog niet waar ik naartoe moet namelijk nu. Moet ik hier om de hoek vallen? Is dit... Ja, volgens mij is dit wat ik, waar ik moet vallen. Ja. Kijk, hier moeten we vallen. Dat was het. En dan knallen we hier omhoog. Nice. Pakken we hier de stempel. En dan vallen we hier naar beneden voor de laatste ster. Hoppakee. Kijk, dit is nog wel te doen. Het laatste Toad level in het kroontjeswereld is nog gewoon te doen. Dat lukt wel. Lukt gewoon zelfs in één keer. Ik weet niet of je de vorige video hebt gezien, maar daar deed ik echt super lang over alle levels. Dus, nu moeten we nog deze twee levels. Ja, en deze twee levels ga ik echt niet alleen proberen. Echt een tip. Doe dit met vrienden. Of je familie. Of wie je dan ook wilt helpen. Ik heb dus het meme team gevraagd om mij te helpen. En dat ging er op Twitch zo aan toe. In het rechter level op deze map moet je zo snel mogelijk 30 sterren halen. Daar heb je 10 seconden voor elke ster. Dus je moet letterlijk door deze levels heen racen. En natuurlijk doen wij dit dus met z'n vieren. Want dat is veel makkelijker. Hier moeten we alle Koopas kapot maken. Dat gaat knijtertje snel. Dan moeten we door naar de volgende level. En dan moeten we hier rennen. Nou, Toad is natuurlijk super snel. Dus Toad gaat hier altijd vooraan. Je ziet het misschien niet helemaal goed. Daar is de ster. Ja, Toad is altijd het snelste. Ja, dat was Esmee ging als een malle met Toad. Hier moeten we 3 knoppen indrukken. Dat is ook prima te doen. Als je tenminste allemaal naar 1 knop gaat. En niet allemaal naar dezelfde knop gaat. Dan werkt het op zich prima. Dit is trouwens de tweede keer dat wij dit gehaald hebben. Omdat je moet de levels uitspelen met alle karakters. En we hadden dit al gedaan met Luigi. Maar nog niet met Mario. Dus deze keer doen we dat ook met Mario erbij. Nou, we hebben hier alle fakkels aangestoken. Helemaal chill. Dan hebben we hier zo'n level met Spookies. Dus ook niet zo heel erg moeilijk. Alhoewel ik hier wel altijd heel duizelig van word van dit level. Ik kan hier echt niet tegen. Dit is een soort van Villa Volta van de Efteling. En mijn hersenen snappen dit niet. Maar we haalden het in ieder geval wel. Dan wisten we precies waar deze ster zat. Die zit namelijk altijd precies op dezelfde plek rechts achterin. Kunnen we gelijk weer door naar de volgende. En dan moeten we een paar Goombaatjes kapot maken. En weer door. De Goomba's zijn kapot. Nou, helemaal toppie. Ik weet niet hoeveel sterren we nu al hebben. Ik denk dat we
nu op 5 of 6 zit of zo. Hier kan je gewoon naar beneden glijden als je met meerdere mensen bent. Super makkelijk. Het ding is, kijk, nu kan je tenminste doodgaan en dan kom je nog terug. Als je dit alleen moet doen, dan kan je niet doodgaan. Dan moet je dus al die 30 sterren, of die 29, moet je weer allemaal opnieuw gaan halen. Deze is vooral heel erg makkelijk met meerdere mensen. Nu komen we bij Thwomps aan. Dit is niet zo'n hele moeilijke. Maar het frustrerende is dus gewoon dat als je dan dit in je eentje speelt en je gaat dood, dan kan je weer opnieuw beginnen. En als je dit dus met z'n vieren doet en iemand gaat dood, dan maakt helemaal niet uit, want die komt toch wel weer terug. Super chill. Nou, een beetje schaatsen met z'n allen. En je ziet hoe snel Toad nu nog is, hè. Toad haalt ons nog bijna bij, zelfs zonder schaatsen. Dat is echt insane. Ja, Mario die springt er nog even vanaf. Die had daar zin in. Hier, kattenbelletjes. Kwestie van op de knoppen en dan links de ster pakken. Maar als je dit in je eentje moet doen, dan moet je dus eerst naar rechts. En daarna moet je nog naar links. En dat allemaal binnen 10 seconden. Dat moet je super snel doen. Ja, en dit is zoveel makkelijker. Nou, Toad gaat weer lekker omhoog. Hoppadop. We houden Toad echt niet bij. Het is niet normaal. Die kat Toad, jongen. Kijk er gaan. Kijk er gaan. Volgende ster in de pocket. Even een extra kattenbelletje meenemen. En door naar het volgende stukje. Volgende 10 seconden. Deze lieten we ook altijd door Toad doen. Omdat Toad ook een korte jump heeft. De fijnste korte jump. En deze blokjes gaan heel snel. En een korte jump is gewoon super chill. Ik denk dat als ik dit alleen zou doen voor de eerste keer, dat ik misschien ook wel Toad zou pakken. Omdat Toad gewoon het snelste is. Dan nu. Ja, hier ook Toad. Weer lekker omhoog klimmen. De rest gaat lekker in zijn bubbel. We laten het lekker over aan Toad. Helemaal dikke prima. Behalve Mario. Die had geen zin. Die was een beetje aan het slapen, denk ik, of zo. Dat was Jeremy trouwens. Voor degenen die Jeremy kennen. Lekker bezig, Jeremy. Niet Jeremy Freezer trouwens. Andere Jeremy. Nou, dan hier. De Toad gaat er weer lekker in, maar valt eruit. Dus op een gegeven moment, nou, Mario maakt hier zijn foutje even goed. Die gaat hier dan zelf maar even de ster pakken. Hoppakee. Dan, het volgende level is met de konijn. Nou, met z'n vieren is het ook super chill. Want dan kan je die konijn gewoon lekker insluiten. Als je hier alleen achter moet gaan rennen, dan zou je hier zomaar een foutje kunnen maken. Waardoor je toch weer helemaal opnieuw moet beginnen. Want één ster missen, dan is het gewoon klaar. Hier moet je een honkbal tegen de knop aangooien aan de rechterkant. Net achter de facecam. Ik weet niet of jullie het konden zien. Maar ja, je ziet het. We razen er echt doorheen met z'n vieren. Het is, ja. Dit is gewoon hoe je dit moet doen. Als je de game 100% wil halen en je wil niet daarmee 300 uur kwijt zijn aan de laatste twee levels, dan is dit de oplossing. Ik denk dat wij in totaal met de laatste twee levels toch ook wel een uurtje of 8, misschien 9 bezig zijn geweest. Laat staan als je dit alleen moet doen. En dus niet dood mag gaan. En dan is dit nog eigenlijk de makkelijke van de twee. Want strakjes komt de moeilijke van de twee. De Champions Road. Deze sterrenleveltjes, die hadden we op zich nog wel snel gehaald. Ik denk van die 8 à 9 uur hebben we hier misschien een uur of anderhalf uur over gedaan voordat we het hadden gehaald. Maximaal. Daarna hadden we het wel gehaald. Nou, dit is... Hier ren ik altijd gewoon recht vooruit. Kijk, Peach kon dat doen. Die deed dat niet. Maar Rosalina die springt gewoon lekker in één rechte lijn vooruit. En dan is dit best wel een makkelijk leveltje. Dit is een lastige. Hier moet je je A-knop ingedrukt houden om op die piranha-planten te springen. Ik vind dit een hele moeilijke. Maar ja, het is uiteindelijk gelukt. Ik ben wel en mijn kattenpakkie kwijt. En mijn... ik was niet meer groot. Ik was Rosalina in dit geval tijdens dit level. Vond het super chill. Rosalina speelt gewoon hartstikke fijn. Nou, dit ook. Dan kan je met z'n drieën allemaal één kant pakken in plaats van dat je in je eentje al deze knopjes in moet drukken. Ziet het? 4 seconden over. En anders dan wordt het toch wel een beetje krap. Ja, dit is gewoon hoe ik dit heb gedaan. Ik had geen zin om dit helemaal in mijn eentje te gaan doen. En vervolgens 3 dagen lang opnames te moeten doen voor YouTube. En dan zou er misschien een week geen video online komen. Omdat ik alleen maar hiermee bezig was. Dus daarom heb ik dit lekker met andere mensen gedaan. We zijn er nu bijna volgens mij. We moeten volgens mij nog een paar leveltjes hier in dit sterren gebeuren. Hier zit de ster aan de linkerkant. Daar dus. En we kunnen weer door. Volgens mij moeten er nu nog 3 of 4 levels. Het is hier heel chill dat Cat Toad... Ja, dat Toad nog een kat is. Die kan dan gewoon lekker omhoog klimmen. Want anders moet je bounce, 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 bounce. En ja, dat is toch wel lastig met die kogels die op je afvliegen. Dit is volgens mij het bijna... Dit is het tweede laatste level. Hierna komt een leveltje. Daar moet je iemand ground pounden. We zitten hier even te overleggen. Daarom duurt het wat lang. We waren hier aan het overleggen welke nou als volgende zou komen. Welk level de volgende was. En wat we hier moesten doen in het volgende leveltje. Dus je ziet het al. Ground pound, ground pound, ground pound, ground pound.
Ja, daar gaan we weer. Yes. Want we moesten namelijk deze guy die nu verschijnt, die moest je even groundpounden. Hoppakeetje. En kapot. En dit was de ene laatste al. Dit was het ene laatste leveltje. En dan gingen we nu door naar de volgende. En dit was de laatste in deze wereld. Dus deze hadden we vrij snel gehaald. Maar nu komt de Champions Road. Het middelste level. En die is echt, echt, echt lastig. Oké, nou, dit was de Champions Road. En hier hebben we met z'n vieren, ja, geloof het of niet, hier hebben we met z'n vieren gewoon 7 of 8 uur over gedaan om hem voor de eerste keer te halen. Dit was trouwens de keer dat we hem voor de tweede keer haalden. Omdat we, zoals ik net al zei, je moet ieder level met ieder karakter hebben uitgespeeld. We hadden hem al met 4 karakters uitgespeeld, maar nog niet met Mario. Dus hier ging Mario ook gezellig mee. Maar je ziet al, kijk, er zijn nu al characters doodgegaan. Peach springt hier naar beneden. Mario springt hier naar beneden. En normaal gesproken, in je eentje, kan je gewoon overnieuw beginnen. En dit is nog maar het begin van het level. En straks wordt het alleen nog maar moeilijker. Nu kunnen we gewoon lekker een beetje op elkaar wachten. Een beetje chillen. Gewoon doodgaan wanneer het nodig is. We kunnen zelfs expres doodgaan. Dat gaan we straks ook nog even doen. Dat zal je wel zien. Anders moet je deze guys allemaal in je eentjes lopen. Dat is dan niet te doen. Als jij dat wel hebt gedaan, als jij de Champions Road in je eentje hebt gehaald, dan ben je echt een ultieme Nintendo baas. Die krijg je van me. Dus als je dit in je eentje kan fixen, ja, dan ben je zo'n grote baas. Hier kan je het beste Toad pakken. Die rent lekker door. We hadden allemaal een beetje onze eigen rol. Een Toad die springt lekker snel. Hier gaat Toad alleen even dood. En Rosalina, dat was ik. Ik was daar een beetje voor de backup. Om te zorgen dat de Toad nog terug kon komen. Ik sta daar een beetje links te springen. Toad gaat nog een keer dood. Ja, Toad was over het algemeen heel goed bezig. Maar hier was even een blackout, denk ik, of zo. Dus, kijk. Peach had daar ook een plekje gevonden waar ze kon staan. En dan kon Toad weer lekker doorrennen. Nou hadden we dit stukje, deze blokken. Dit was het makkelijkst voor Rosalina. Omdat Rosalina een dubbel jump heeft. De eerste blokjes, die pak je allemaal met een single jump. En dan de dubbele blokjes, die pak je met een dubbel jump. Zoals je hier ziet. Ja, en ja, ik was dus niet boven daar. Ik kom nu pas boven met Rosalina, omdat mijn hoofd dus werd geplet. Volgens mij door Toad. Dan, met z'n vieren 3 Kamex verslaan. Is veel makkelijker dan in je eentje 3 Kamex verslaan. Ik weet niet hoe lang we hierover doen. Volgens mij duurde dit best wel lang. Nee, viel wel mee. Hier waren ze alle 3 verslagen en konden we door. Ja, super, super chill. Ik was zo hyped, jongen. Ik was zo blij dat het eindelijk een keer lukte. Hier zie je dat bijna iedereen klein is. En ja, dan, ja. Nou ja, je snapt wel waarom je dit gewoon niet in je eentje moet doen. Gewoon lekker vragen of je broertje, zus, je vriendje, vriendinnetje lekker mee wil spelen. En dan gewoon dit lekker minimaal met z'n tweeën. Nog liever met z'n drieën of anders met z'n vieren doen. Want anders dan ben je echt 3 jaar hiermee bezig. Peach die is lekker die vooruit aan het dashen. Alleen Rosalina is nu nog levend. En hier heb je een soort van safe stukje. Hier kan je gewoon op dit dingetje staan en zorgen dat iedereen weer terugkomt. Lekker verder springen. En dan vervolgens springt 1 character hier naartoe naar dit middelste platform. En dan kan je allemaal in je bubbel en dan weer hier naartoe. Dus dan kan de rest hier blijven wachten en dan kan er eentje vooruit. Zodat je gewoon hier op dit stuk in ieder geval niet met z'n allen doodgaat. Nou, Toad gaat het proberen. Maar Toad was even niet in vorm deze run. Maar we hebben het toch gehaald. Dus Mario dacht van, nou, dan ga ik maar. Door naar het volgende stuk. Hier kan je lekker een beetje wall bouncen. Sterker nog, dat moet je doen. En het chillen aan Rosalina is dat Rosalina deze characters, deze enemies, in de lucht kan slopen. Rosalina wordt hier zelf ook gesloopt. Maar ik vind dit heel relaxed om dit stukje met Rosalina te doen. Want dan kan je zelf ook die enemies kapot maken. Dan dit stuk hebben we het langst over gedaan. Ik weet niet hoe lang we hier over hebben gedaan in deze run. Ik denk zelf best wel lang. Maar je moet dus A ingedrukt houden om op deze planten hoog te kunnen springen. Dus dan moet je omhoog met dat platformpje strakjes. Moet je A ingedrukt houden. En dan op de Piranha Plants bouncen. We gooien hier Peach omhoog. Omdat wij denken dat Peach dit het beste kan. Je ziet het hier. Kijk, die kan lekker een beetje zweven namelijk. En dat ging bijna in één keer goed. Bijna in één keer goed. En uiteindelijk lukt het Rosalina nog om boven te komen. Omdat Rosalina aan het einde uit de bubbel is gekomen. Ik voel gewoon de hype weer, jongens. Ik voel gewoon de hype weer. Dan moet je met z'n allen een stukje zwemmen tussen de stekels door. En dit is wel lastig met meerdere mensen, moet ik zeggen. Want zoals je ziet, Toad bounced hier op het hoofdje van Rosalina. Rosalina ligt er gelijk af. Maar ja, aan de andere kant, je kan wel rustig aan terugkomen. Hier gaat Peach dood. Mario is dood. Rosalina is terug en Toad is er nog. En ja, dit is gewoon fijn dat je backup hebt. Dat er characters zijn die gewoon terug kunnen komen in een bubbel.
dubbel. Want normaal gesproken gaat dat niet. Ik heb dus op Twitch gespeeld. En je ziet nu een nieuwe volger. Dat komt omdat het dus op Twitch is. Dus niet live op YouTube. Maar op Twitch had ik toen een nieuwe volger. Tobias was dat. En hier moet je wachten volgens mij. Oh nee, hier hoef je niet te wachten. Ik dacht dat je hier moest wachten tot het water weg was. Voordat je door die buis komt. Maar dat is niet zo. Dan nu. Hier moet je keihard gaan rennen. En ook als je dit met meerdere mensen speelt. Je ziet hier dat Toad er lekker afspringt. Omdat je hier gewoon groot wil zijn. Je wil hier minimaal één keer geraakt kunnen worden. Want zelfs met 4 characters is dit nog onwijs moeilijk, jongens. Zelfs met 4 characters. Je moet namelijk over al deze gekke dingen heen springen. Je ziet hier dat ik net niet de timing heb met Rosalina. En alleen Mario nu nog over is. Dan, Mario moet dan hier naartoe springen. En hier kan de rest terugkomen. Toad valt er gelijk weer af. Rosalina is er nog wel bij. En Peach die wacht even. Dan moet je hier dus inderdaad die dingen gaan pakken. Die sleutels. En dat was nog best wel een ding. Je ziet echt iedereen wordt geraakt. Iedereen is op een gegeven moment klein. Mensen gaan extra dood. Het is niet normaal. Alleen Toad leeft nog en Rosalina kan terug. Mario is er ook bij. Net op tijd, jongen. Het scheelde echt helemaal niks. We pakken de sleutels en hier kunnen we er dan door met Rosalina en met Peach. En eigenlijk, als je nu genoeg tijd over hebt, als je nu ongeveer 70 seconden over hebt op dit punt, dan kan je dit level halen. We hebben dus ook een keer meegemaakt dat we te weinig tijd over hadden. En dat we letterlijk de vlag zagen en dat de tijd toen op was. Dus we waren in het volgende scherm gekomen. We zagen die vlag in de verte. Maar helaas, we hadden het niet gehaald. Hier wordt thank you geschreven. En dat was echt een moment van thank you. Maar probeer het gewoon lekker nog een keer. Hier hebben we 50 seconden nog over. 51 zelfs. En daar aan het einde zie je de vlag. En Mario is nog een beetje aan het twijfelen hier. Omdat Mario denkt dat hij bovenin de vlagstok moet springen. Maar dat hoeft helemaal niet. Want dat is niet nodig als je dat al een keer hebt gedaan. Dus Mario kon hier gewoon inspringen. Hij twijfelde. Hij springt alsnog bovenin de vlaggenstok. En we hebben de Champions Road gehaald. Met z'n allen. Oh, maar toen we de Champions Road trouwens voor het eerst haalden, hadden we wel een hele andere reactie. Dat was ongeveer zo. 30, 90. We hebben iets meer. We hebben iets meer. We moeten rennen. We hebben 20 seconden over. We hebben 20 seconden over. Hou de bovenste vlag. Hou de bovenste vlag. 16. Rennen, jongens. Rennen. Alsjeblieft. Alsjeblieft. 10. Waar is die? We hebben de stempel. Ja. We hebben de stempel. Ja. 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 We got him. Ik kan het niet geloven. Misschien ga ik het nog wel een keer proberen in mijn eentje. Gewoon voor de sport. En als dat lukt ga ik het natuurlijk uploaden op YouTube. Dat zie je dan vanzelf al op het kanaal verschijnen. Maar nu tijdens deze serie. Ja, ik wilde gewoon niet 3 weken bezig zijn om eindelijk een keer dit level te halen. Dus dat was super tof op deze manier. En als je dan alle sterren hebt gehaald. Overal boven in die vlag ben geklommen. En alle levels met alle karakters heb uitgespeeld. Dan ziet dat er zo uit. Dan krijg je alle stempels. En dan ja. Dan heb je er gewoon 100%. En dat duurt lang. Dat duurt oprecht lang. En weet je wat ook lang duurde? Deze serie. En ik vond het super tof dat jullie met zoveel deze serie hebben gekeken. Doe nog één keer even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En laat even in de comments weten wat jij nu wil zien op dit kanaal. Ik ben heel erg benieuwd. Dankjewel voor de insane support. En tot de volgende video. Mazzel!